wat ik hier voor me heb is een map met allemaal aantekeningen die zijn uitgewerkt. Van telefoongesprekken die zijn gevoerd met de provincie. Vaak met de commissaris van de Koningin of met medewerkers van hem. Waarin eigenlijk van moment tot moment de situatie wordt beschreven en veranderd. De situatie zoals die zich voordeed in allerlei plaatsen in de provincie. En het is van alles en nog wat door elkaar. Het gaat over de reis van prinses Wilhelmina naar het rampgebied. Maar ook over wat is nu de situatie. Bijvoorbeeld Kampenlamp en Wissekerken zijn droog. Colijnsplaat gedeeltelijk. Uit Kortgenen moeten zieken worden afgevoerd. Die worden vervoerd per boot van Kampenland naar Veren. In Westerschouwen is een noodtoestand. Alle telefoonverbindingen zijn verbroken. Het hele eiland staat onder water. Zit op het moment op het gestrande schip boven zee. Degene met wie die gesproken heeft. Dat is wat echt opvalt. Het zijn allemaal losse berichtjes. Er zit nog geen enkele lijn in. Dat kun je ook eigenlijk niet verwachten. De situatie was chaotisch. Verbindingen waren verbroken. Als je al iemand aan de telefoon kreeg, dan was je blij. Maar of die persoon daar dan wat mee kon, dat is natuurlijk de volgende vraag. Mensen zitten gewoon mee te schrijven. Op kladjes. Met potlood. Met pen. Door elkaar heen. Het is een ontzettend rijke collectie papieren uit een hele chaotische eerste periode, vlak na de ramp. Als ze eigenlijk nog niet kunnen overzien wat de situatie daadwerkelijk is. Ik denk ook dat het voor mensen die misschien nog vandaag de dag nog steeds last hebben van wat daar gebeurd is, belangrijk is om hier kennis van te nemen. Het gaat over hun.